is zondagmiddag 20 september 1936. Voor de eerste keer kunnen we in Nederland de sensatie beleven van een dirty track autorace. Er hebben meerdere bekende coureurs ingeschreven, zoals Patterson en Raines, en er worden hoge snelheden verwacht. Daarom willen wij hierbij zijn om filmopname te maken, zodat ook het bioscooppubliek met deze sensatie kennis kan maken. Het feit dat in Nederland geen automobielen worden gemaakt, is er de oorzaak van dat het automobielrennen hier nog vreemd is. Maar desondanks is het publiek in grote getalen naar de draverij circuit op het sportpark Woudenstein in Rotterdam gekomen. Want tussen de series der automobielwedstrijden zullen onze beste Nederlandse dirty track motorrijders hun vaardigheden op de motor bewijzen.